Elke dinsdag krijgen we bij Studio TVL Lifestyle Nieuws en dat brengt onze coördinator van Chic, Julie Vallée. Goedemiddag, Julie. Dag, je bent niet alleen gekomen vandaag. Nee, ik heb iemand meegebracht. Ja, ik heb Leen Thijs meegebracht. Dag, Leen. Hallo. Leen is de agent van Egidio. Dat is een Genks kledinglabel dat tot 14 september, denk ik, een pop-up winkel heeft in het Modemuseum van Hasselt. Nu, misschien moeten we eerst even uitleggen wat een pop-up winkel is. Ja. Een pop-up winkel is eigenlijk iets wat Egidio normaal niet doet. Dus hij heeft een tijdelijke winkel in het Modemuseum van Hasselt, nog tot 14 september, waar men momenteel zijn wintercollectie 2014 volledig kan bekijken, passen en ook effectief kan aankopen, wat niet de gebruikelijke gewoonte is bij hem. En Egidio, je spreekt over hem, is dus een levend persoon, echt. Het is niet alleen de naam van een merk. Nee, dus Egidio Fautzia is zijn naam en zijn label heet F. Egidio. Ja, en wat voor iemand is het? Goh, het is een heel gedreven man, dus hij ademt effectief mode uit. Hij leeft er ook heel erg voor. Hij ontwerpt 2 collecties per jaar, wat niet niks is. Dat zijn in totaal toch een 240 stukken die hij moet ontwerpen. En daarvoor reist hij ook heel Europa rond om de juiste stoffen te zoeken. Dat gaat van materiaalkeuzes naar knopen, naar tiretten zoeken en dergelijke. Dus voor hem is dat toch zijn leven momenteel en hij wil dat toch nog graag heel lang blijven doen. Ja. En is hij dan ook aanwezig in die pop-up store? In de tijdelijke winkel, dus in het Modemuseum van Hasselt, is hij nu aanwezig. Ja. En, dus mensen kunnen daar eens langs. We zullen misschien even kijken naar wat beeldjes die onze reporter daar heeft gemaakt, vooraleer we dieper ingaan op de collectie. Voilà. Ja, ik vind het leuk, heel goed. Het is echt geslaagd hoor. Ja, ja, ik zou zelfs aan die lengte zou ik niks doen. Laat het zo maar net onder de knie. Dat is echt perfect. Dat is echt perfect hoor. Ja. Wat we hier zien is de wintercollectie 2014. Dit is een stok die we aangelegd hebben om alle maten, alle modellen hangen hier. Terwijl in de pop-up showroom, daar gaat gewoon over een collectie naar het volgende seizoen toe. Gemaakt in een maat 38 zoals het hoort in een showroom. In een showroom kun je niet kopen, kun je alleen bestellen. Dit is een winkel, hier kun je kopen. Je krijgt ook de service van een winkel. Zijn er retouches te doen of weet ik veel wat allemaal. Ja. Die bedoelt je? Ja, maar die hangt daar. Ja. Ik wil weer gewoon een winkel openen. Ja, niet zomaar rekken, hangen en kleren en laat maar komen. Gezien dat het modemuseum was, ja, wou ik er iets van maken, een soort installatie. Eigenlijk zeer budgetloos, maar ja, toch een beetje inventief. En toch een beetje speels gemaakt. En zorg dat er wat video's bij te pas komen. Het is een ruimte dat voor, als je denkt van wat ga ik hiermee doen, dan spreekt dat voor zich vaak. Dat je hier met hangend materiaal gaat werken. Je komt heel snel op het idee, in feite, van ik tenminste, om met kabels te werken. Ja, ziet er wel leuk uit, hè, die tijdelijke pop-up store daar in het Modemuseum. Ja, want het is redelijk uitzonderlijk, denk ik ook, dat er een echte winkel is waar mensen stuks kunnen meenemen. Want normaal werkt Egidio zo niet, denk ik, alleen. Nee, dit is inderdaad uitzonderlijk dat hij dat doet. Normaal werkt Egidio met showrooms, waarbij mensen dus op afspraak zijn collectie kunnen bekijken, kunnen passen. Momenteel hebben wij recent in Genk de showroom achter de rug voor de lente-zomercollectie 2015. En hier kon men effectief de volledige collectie bekijken, passen, kijken welke maat de juiste maat is. Maar ze kregen ze niet mee. Ze kregen ze inderdaad niet mee. Dus mensen maken eigenlijk een order van kledingstukken en daarna gaat het naar het productiebedrijf in Roemenië. Dan worden die geproduceerd en een 4-5 maanden later ontvangt men dus zijn stukken terug. En waarom werken jullie eigenlijk zo? Is daar een verklaring voor? Ik neem aan van wel. Ja, ja, er zijn enkele redenen waarom we dat doen. Een voornamelijke reden is omdat wij dus winkels uitsluiten, zal ik maar zeggen. Ik wil daar niet negatief over doen, maar wij vermijden eigenlijk de winkels, waardoor dat we de kleding effectief aan groothandelprijzen kunnen aanbieden aan de klant. Ze komen rechtstreeks van het productiebedrijf naar de eindklant.
Een tweede reden is dat wij geen overstok hebben. Dus dikwijls winkels die hun aankopen doen van kleren blijven met een groot aantal kledingstukken zitten. En dat hebben wij dus niet, omdat we effectief op bestelling produceren. Ja. En wat nog een leuke reden is om op die manier te werken, is dat men effectief unieke stukken kan dragen die niet iedereen heeft. Ja. Nu, er zijn een aantal unieke stukken die je hebt meegebracht ook. Wat is zo de wintercollectie die nu te koop is in het Modemuseum? Wat zijn daar zo wat de karakteristieken of de insteek qua inspiratie? Kan je daar iets over vertellen? Absoluut. Dus Egidio heeft zich voor zijn wintercollectie gebaseerd op om te beginnen, dus hij moet ergens zijn inspiratie vandaan halen. En hij heeft die deze keer gehaald uit gesteente, uit structuren van gesteente, marmer, sulfermijnen en dergelijke. Dus dat kan men in de zijdebloesjes bijvoorbeeld hier duidelijk terugzien. Hier is ook nog eentje. Dus dat is een eerste. Dus men moet altijd met een idee vertrekken en daaruit gaat men verder. Nu, maar dus als ik het goed begrijp, bestaat dat maar allemaal in één versie dan? De collectie die men kan in de showroomdagen kan bekijken, zeer dat uniek. Is één collectie. En dat is zeer uniek inderdaad, want klanten krijgen in een gewone winkel nooit een volledige collectie van één ontwerp te zien. Nee. En dat is bij hem wel het geval. Ja. Heb jij zo favoriete stuks? Of misschien moet ik gewoon mijn favoriete stuk even... Hangt dat er tussen? Nee, het hangt er niet tussen, maar ik denk wel dat we een foto hebben. Ja. Want wij hebben een chic uiteraard... twee keer per jaar een shoot met Limburgse mode en we hadden die mantel daarin opgenomen. Ik vond hem echt fantastisch. Ik was er wel niet zo mooi mee, jammer genoeg. maar ik vond het echt wel een topstuk. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde stof is ook. Hij was ook super lekker warm, want we hebben daar geshoot op een hete dag. Het was echt sterven. Zeg, hoe gaat dat dan juist in zijn werk? Kan ik daar gewoon komen betalen of moet ik mijn bankkaart meebrengen? In het Modemuseum van Hasselt worden alle winterkleren dus aangeboden aan effectieve winkelprijzen. De showroom, dus een nieuwe showroom, die dus bijvoorbeeld volgende week in Antwerpen, hebben wij van 11 tot 14 september nog, bieden wij nog een laatste keer in België de lente-zomercollectie 2015 aan. Dus dat zijn effectief aan die inkoopprijzen waar ik het over had. Dus daar kan men de volledige collectie passen en het voorschot in bankcontact of cash betalen. In het Modemuseum kan men ook de alle stukken dus gewoon met bankcontact betalen. Maar het is betaalbaar. Het is niet dat ik duizend Het is euro's. Betaalbaar. Natuurlijk wil ik wel een verschil maken, dus een verschil goed uitleggen dat de winkelprijzen die men in het Modemuseum hanteert duurder zijn uiteraard dan de prijzen die we hanteren tijdens de showroom. Oké. Okay. Ja, ja. Het zijn ook wel stuks, ze zijn vrij tijdloos vind ik zo. En zo'n mantel, ja, ik denk dat je daar echt 10 jaar goed mee bent. Dus het is een beetje bekijken wat je ermee doet. Het is natuurlijk geen H&M-prijs, maar het is ook betere kwaliteit. Ja, dus ik denk wel dat we dat wel even moeten duidelijk maken. Nog even praktisch, waar, wanneer, hoe laat? Voor het Modemuseum in Hasselt dus nog tot 14 september. Dus men kan er terecht van 10 tot 6 elke dag om de wintercollectie te bekijken. Als je toch geïnteresseerd bent in de nieuwste zomercollectie, dus lente-zomercollectie 2015, kan men van donderdag 11 tot zondag 14 september nog terecht in Antwerpen. En de gegevens daarvan vind je op zijn website terug. Goed. Bedankt alleszins voor je komst. Julie, je hebt nog meer nieuws voor wat ja, er nog ik heb inderdaad. Het Modemuseum doet het supergoed in Hasselt, want ten eerste hebben ze de expo over 25 jaar Modemuseum verlengd. Die gaat nog tot 2 november. Die heeft ook al 18.000 bezoekers gehaald. Dat is echt wel zeer mooi. En dat is echt een aanrader. Er zijn echt jurken te zien die ze nog nooit getoond hebben. Uit 18e eeuw, echt supermooi. Ja. Dan gaat het Modemuseum dicht in november. En eind januari komt er echt wel een grote expo naar Hasselt. Dat is Hello, my name is Paul Smit. De directeur van het Modemuseum heeft die dus naar hier kunnen halen. Die tentoonstelling is alleen in Londen te zien. Ja. Hasselt, Singapore en Tokio. Dat lijkt me toch wel een heel mooi lijstje Uniek, om in te staan. Ja, natuurlijk. Dus dat is echt een aanrader. Ik zou echt wel mensen kunnen daar allemaal naartoe sturen, want het gaat echt de moeite. En in Londen zijn er ook allemaal records gesneuveld toen die expo daar liep. Dus ik denk dat dat wel iets wil zeggen. Ja, dan zo dicht bij huis. Trouwens, wat staat er volgend weekend in de Chic? In Chic hebben wij een mannenspecial. Dat is altijd leuk om te maken. Mag ook eens, hè. Op de cover hebben wij Les Hommes. Dat is een ontwerpersduo waarvan een van de twee is een tongenaar, Bart van den Bos. Ik ben bij hem op bezoek geweest in Milaan. Dat was wel heel leuk. We hebben ook iets over mannen met lang haar. Dat is ook een heel leuke reportage. En dan hebben we ook nog een human interest verhaal over roddelen. En we stellen de vraag, wie roddelt nu het meest, mannen of vrouwen? Hmm. Dat is een heel leuk stuk. Interessant. Goed zo. Hartelijk bedankt jullie voor je komst. Ook bedankt Leen en heel veel succes met de pop-up store daar in het Modemuseum.